dan had ik een paar bevriende advocaatjes erbij geroepen en had ik op die manier mijn vader aangepakt. Welkom bij de podcast Ouders vanuit het Fotomuseum in Den Haag, waar op dit moment de tentoonstelling wordt opgebouwd. Ik spreek hier straks met 5 fotografen die hun werk hier tentoonstellen en met curator Wim van Zinderen. Hier in het Fotomuseum van Den Haag zit ik te kijken naar een foto van een machtig glanzend paard dat een beetje richting de lens gedraaid is met het hoofd. En erop zit een statige vrouw met rood haar die in de verte kijkt. En beide lijken ze in een mooi oerwoud te staan. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat weet de maker vast wel, Kees Krijnen. Kees, goed dat je er bent. Is dit, ik zeg een oerwoud, maar is dit gewoon in Nederland? Dit is gemeente Bloemendaal, Aardenhout, ja. Landgoed Elswoud. Oké. Okay. Dus dat is om de hoek. Ik krijg een heel chic gevoel erbij. Dus van mensen die gewoon lekker welgesteld op een paard kunnen zitten. Klopt dat? Ja. Wie is deze vrouw? Mijn moeder. En waarom zit ze op dit paard? Dit is een driedimensionale voorstudie voor een beeld wat ik in Turijn zou gaan maken. En Turijn was de hoofdstad van Italië en is echt bezaaid met dat soort beelden. De Savoy-familie te paard, echt op elk plein. En ik was uitgenodigd voor de Biennale Turijn. En ik wilde een standbeeld maken van mijn moeder. Maar dit is dan een paard, maar het is uiteindelijk een auto geworden. Een Alfa Romeo. En dat beeld, of was het alleen een foto, maar dat beeld heeft dat ook daadwerkelijk gestaan in Turijn? Ja. Van Alfa Romeo met jouw moeder daar? Ja, Op. Het was een enorme sokkel. Maar bedoel op de auto, niet achter het stuur, maar erop. Beetje als een pin-up. Hoog gehakt op het dak. Tot ergernis van veel mannen, want er komen krassen in de lak. Ja, maar dat moet de Alfa Romeo er maar voor over hebben. Nou, het was een hele discutabele Alfa Romeo. Het was de Alfa Sud. En die stond bekend dat hij al roest in de folder. Dus het was net als het huwelijk van mijn ouders, gedoemd te mislukken. Wat ging er mis tussen jouw ouders, tussen je vader en je moeder? Een enorme vechtscheiding. Van 17 jaar lang. Wat ging er mis tussen hun omdat ze moesten scheiden? De boedelscheiding. Ja, maar waarom? Waarom ging geld. Ze scheiden? Geld. Maar konden ze niet met elkaar overweg? Nee, ooit wel natuurlijk, maar ze wilden gewoon scheiden. Ja, en waar woonden jullie? Overal nergens. En hoe kwam dat? Door het werk van... Door het werk van mijn moeder zat ooit in het hotelwezen, een model. En mijn vader was kapitein. Dus die woonde Klinkt als overal. Een prima combinatie, Kees, zou je zeggen. Ja. Voor een goed huwelijk. Maar toch ging het mis. Hoe oud was jij toen jij merkte dat dat niet goed ging? Vanaf het moment dat ik kon lopen misschien wel. Want ik zag hem ook nooit. Maar daar is de kapitein voor, zou je kunnen zeggen. Zou je kunnen zeggen, ja. Daar is op zich niks mis mee. Om iemand, als je kiest voor een kapitein als man, dan is die veel weg. Ja. En mijn moeder kon daar tegen, want haar vader was dat ook. Kapitein, dus dat was allemaal heel gewoon. Maar ik was al over een half jaar oud toen mijn vader me voor het eerst zag. Maar dat was ook heel normaal in die tijd. Ja. Nu mogen de zeelui niet eens meer echt lang weg. Hooguit een maand. Maar mag ik uit het feit dat jij hier op deze tentoonstelling Ouders je moeder kiest concluderen dat je ook na de scheiding meer voor je moeder hebt gekozen dan voor je vader? Ja. Op z'n zachtst gezegd, wellicht? Nou ja, al was het om het feit dat ik mijn vader amper kende en mijn moeder natuurlijk veel en veel beter. Maar mijn vader die... Ik moest ingrijpen en dat heb ik in mijn kunst proberen te doen.
En hoe grijp je dan in met je kunst? Nou, het liep zo uit de hand dat mijn moeder was echt het stigma een gescheiden vrouwtje. En dat heb ik willen en weten te manipuleren. Door je fotografie? Performance. En door performance. Maar moet ik hieruit begrijpen dat bijvoorbeeld bij deze foto je haar gewoon kracht geeft door haar op een groot paard te zetten en van onderen te fotograferen, waardoor zij er vorstelijk uitkomt? Ja. En hoe zat het dan in het geval met die Alfa Romeo? Daar geldt hetzelfde voor. Ja. Ja. Maar wat ben je dan aan het doen met je moeder deze jaren met die foto's? Is dit obsessief wat je doet met je moeder? Nee, maar het was gewoon een noodzakelijk kwaad. Als ik advocaat was geweest, dan had ik het heel anders aangepakt. Wat had je dan gedaan? Dan had ik een paar bevriende advocaatjes erbij geroepen en dan had ik op die manier mijn vader aangepakt. Ja. En mijn moeder het naar de zin gemaakt. Maar is dit een vorm van hulp bieden aan je moeder? Zo heb ik het wel ervaren, of in ieder geval een afleiding. Nou, hoe lang doe je dit al? Want het is een serie, of niet? Ik heb de Prix de Rome gewonnen met de aanvang van dit project. Wanneer was dat? 1999. Ja. En toen zijn mijn moeder en ik op wereldtournee gegaan, 10 jaar lang. En inmiddels werk ik met hele andere onderwerpen. Maar dit specifieke project heeft nou ruim 10 jaar lang geduurd. Ja. En hoeveel foto's heb je van je moeder gemaakt in deze serie? Veel te veel. Ja, maar waarom veel te veel eigenlijk? Je zou zeggen, het is nooit genoeg. Als je deze band hebt met je moeder. Ja. En het was ook heel dagboekmatig. Kijk, dit kwam zo uit door die uitnodiging in Turijn. En dat ik een standbeeld wilde. Maar ik heb er in heel veel hoedanigheden kunnen fotograferen. Ja. Hoe is het met je moeder? Goed. Ja? Heeft die fotografie haar geholpen, denk jij? Nou, vooral die afleiding en het gereis. Maar mijn moeder zei altijd, als ik 40 ben geweest, wil ik nooit meer op de foto. Maar dat is niet gelukt. Want hoe oud is hier? In de 60. Wauw. Wat vind je van haar als je haar nu zo ziet op het paard? Ja, een hele mooie vrouw. En ze rijdt ook helemaal geen paard, maar ze zit perfect. Ze is gewoon een natural. Ja. Ja, ik geloof ook dat ze zo weg kan rijden. Ja. En wat doet ze tegenwoordig? Wat voor leven leidt ze? Nou, heel gestaag. Ze is 81, dus... En waar woont ze? Haarlem. Heeft ze ooit nog het vertrouwen gegeven aan een man? Nee. Maar dat vond ik jammer. Ik had gehoopt met al die reizen dat ze wel een hele leuke man zou ontmoeten, maar dat is niet gelukt. En ben jij de vervangman zo af en toe voor haar? Nou, ik ben heel onhandig, maar ik koop wel eens een bloemetje of een parfummetje. Onhandige mannen hebben een hoop charme, Kees. Nou, hoop ik dat ik dat ook heb. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van de podcast Ouders vanuit het Fotomuseum Den Haag. Wilt u de tentoonstelling bekijken? Die is nog te zien tot 13 november.